De universiteit in Nijmegen is vandaag en morgen dicht na een studentenprotest gisteravond tegen het Israëlische geweld in Gaza. Volgens de universiteit is er een ravage aangericht. De demonstranten hebben vooral in de gebouwen spullen beschadigd. Op muren zijn teksten gespoten en er zijn volgens de universiteit brandslangen geopend. Het ging om zo'n 100 activisten die in de gebouwen waren en in een tentenkamp buiten. De studenten wilden in en bij het gebouw overnachten. Het bestuur van de universiteit verzocht hen te vertrekken. Toen de studenten daar niet naar luisterden, greep de politie in. In Normandië.